werk hier in UZ Leuven als pastor. Dus ik ben een van de 11 medewerkers van de pastorale dienst. Wij proberen mensen nabij te zijn op vlak van spiritualiteit en levensvragen. En omdat ik pastor ben van materniteit, verloskamer en neonatologie, komen wij natuurlijk het meest in aanraking met ouders die afscheid moeten nemen van hun kind. En dan proberen wij hen nabij te zijn, in gesprek, soms ook met een ritueel, zoals een doopsel of een uitvaart. Dat ritueel kan van zeer katholiek tot zeer ruim gaan. Wij proberen altijd ons aan te passen aan de ouders en voor hen te zoeken naar wat voor hen zinvol is en op die manier met hen op weg te gaan. Ik ben bij Jeroen en Annelies gekomen doordat de sociale werker mij vroeg van zijn Jeroen en Annelies, die hebben een kindje gekregen, Achille, en het gaat niet goed met hem. We moesten mee apart gaan in een kamer, ja, dan voel je ook wel, ja, het zal geen goed nieuws zijn als ze gaan vertellen, maar je blijft toch hopen, hè. Dat zit in de natuur van de mens, gelukkig. En toen hebben ze verteld van, ja, kijk, het is uitgekomen uit de sneltest dat er trisomie is van chromosoom 13, 18. Dat wil zeggen dat het niet levensvatbaar is. Dus er zijn afwijkingen, hartafwijking, vandaar ook de verschijnselen aan de vingers, de voetjes die een beetje. Dus ja, dat was wel een harde, dan, zoals ze soms uitdrukken, van de grond die onder je voeten wegschuift. En op die moment is ook de hulp van Inne erbij gekomen. Ze hebben toen ook gezegd van, ja, kijk, als je wil, kan je zoontje nog dopen. En dan heb ik eerst met hen een aantal gesprekken gehad. En dan zijn we ook samen naar Achille gaan kijken. En zo, een dag of twee, zijn we zo dat ik toch elke dag twee keer bij hen langs ging. Een keer in de voormiddag en een keer in de namiddag. En dat we eigenlijk overlegd hebben van, ja, wat willen jullie graag? Wat kan voor jullie nu zinvol zijn? En dan bleek dat het doopsel van Achille voor hen heel belangrijk was. Vooral vanuit de overtuiging van Nora is gedoopt. En Achille moet als ons tweede kindje moet hetzelfde krijgen. Hij heeft daar evenveel recht op. Het doopsel was voor hen een stuk zorgen voor. En daar is Inne mee in het verhaal gekomen. En daar hadden wij heel veel steun aan. Ja, want op die moment ben je daar niet mee bezig natuurlijk, ja. Hè? Nee, want welke tekst zou ik nemen? Op die moment is dat... Ja, allee, dat is niet gemakkelijk. Ja. En toen hebben we een gesprek gehad met Inne. Heeft zij heel snel aangevoeld hoe wij als koppel zijn en wat we leuk vinden, wat we niet leuk vinden. En heeft zij de doop voorbereid. Hoe dat je draait of keert, zo'n doop, of is het een huwelijk, het heeft iets extra. Het heeft een symboliek die wel veel waarde meedraagt en die toch wel toegevoegde waarde brengt, vind ik. Al is de symboliek van zalven, zeg maar. En dat brengt toch wel een connectie mee. En omdat Nora ook gedoopt was, en dat was natuurlijk heel leuk, maar dat is dan in een meer positievere sfeer, wou ik dat ook bij Achille. Omdat er dan ook een kleine verbondenheid ontstaat, natuurlijk, tussen Achille en Nora. En dat was op die moment toch... Het was een moment van opluchting eigenlijk ook, een beetje van toch blijdschap ook, ja. Want grootouders zijn erbij en toch een moment dat er veel aandacht gaat naar Achille en niet aandacht van, kijk, het is dat, het gaat niet goed komen. Ja, positieve aandacht. Positieve aandacht die er naartoe gaat. En uiteindelijk hebben we hem dan hebben we hem samen gedoopt, samen met de grootouders. Het was uiteraard een heel droevig moment, maar ook een heel sterk moment. Dat ook wel echt, de familie was heel intens, maar iedereen was. Ergens was het ook wel heel mooi om een familie te zien die zo dicht bij elkaar is op dat moment. Thank you.
dat Gilles overleden is, was dan de dag erna, 's middags. En dan gaat alles heel snel. Want uiteindelijk staat diezelfde dag, 's avonds, nog een begrafenisondernemer bij u. Om alles te regelen, we gaan dit en dat doen. Maar uw hoofd staat daar niet naar. Alles gaat zo snel. Uiteindelijk, achteraf gezien, is de mens toch wel sterk dat je daar allemaal doorgaat door die stappen. Waarschijnlijk krijg je energie van waar dat je alleen niet echt verwacht of weet van waar dat komt. Maar je kunt niet alles alleen. En Ine is daar ook weer een geweldige hulp geweest en een steun. Wij wouden ook dat Ine de begrafenis zou leiden. We hebben dat hier in Gasthuisberg gedaan, in de kapel. Omdat heel het verhaal heeft zich hier ook afgespeeld. En dan in een intieme kring met de familie, de twee families, broers en zussen en ouders. Want eigenlijk had Ine een vrije dag, maar ze zei van ik wil het wel doen. En daar zijn we ook natuurlijk enorm dankbaar voor. Ook omdat Ine heel goed aanvoelde wat wij zelf wouden of hoe dat wij zijn, denk ik. Ik denk dat dat een groot aandeel is in het succes ook dat Ine bij ons gebracht heeft. Het aanvoelen van wat willen mensen. Een blaad filmpje. Dankjewel. Het is eigenlijk een situatie die je zelf niet wilt meemaken, maar als je ze meemaakt, weet je ook niet hoe gaat het concreet in zijn werk, hoe ziet het eruit, hoe gaat iedereen reageren. Dat is ook een vraag die je niet kunt beantwoorden. Maar uiteindelijk is dat heel goed verlopen, vlot verlopen. En is het ook een mooie herinnering aan iedereen die erbij was. Ik heb God nooit meer aanwezig geweten dan hier in het ziekenhuis. Ik was wel met geloof bezig, ook tijdens mijn studententijd, maar God was toch veel minder concreet. Ook het woord schietgebed heeft hier ineens wel een heel andere betekenis gekregen. Als je een eerste oproep krijgt, als je hier alleen bent en je moet naar een dood kind, dan kun je ineens heel hard bidden, want je hebt zoveel schrik om daar naartoe te gaan. Dat ik plots wel voelde dat ik de God aansprak van alsjeblieft, help mij, ik ga dat niet kunnen, ik weet niet wat ik moet zeggen aan die mensen. Dat ik dat wel enorm merkte van, maar ik sta hier niet alleen. Ik ga nu naar die mensen, maar er zit ergens iets of iemand op mijn schouder die mij toch helpt van, u gaat die deur open doen, je gaat binnengaan, je gaat daar staan als zorgverlener voor die mensen en ga in je eigen kracht staan en doe dat nu gewoon. En dan merk je dat dat lukt. En voor mij is God toch wel iemand die hier in het ziekenhuis heel, heel erg aanwezig is. En heel vaak aanwezig is in mensen gewoon. In het werk van zoveel artsen en verpleegkundigen die dat met hart en ziel doen. Gewoon in de inzet van mensen voor elkaar. Mensen doen fenomenale dingen voor elkaar. Van hoe ver dat die komen en hier elke dag staan om op bezoek te komen of wat ze voor elkaar doen. Je ziet hier ongelooflijk mooie dingen die mensen voor elkaar doen. En ik ben hier nog meer overtuigd geraakt dat de mens in zich gewoon goed is voor elkaar. En uiteraard af en toe niet. Maar en dat is voor mij ook een stuk goddelijkheid zonder hoofdletter met elkaar. En dat is ook goddelijk en zo zie ik dat.